En mijn vader bepaalde eigenlijk alles. Eigenlijk was er 24 uur per dag spanning. Overdag, wanneer ik straf zou krijgen. En straf kon ook zijn in de kast opgesloten worden. En dan heb ik niet over het uurtje, maar dan heb ik het echt over een dag of twee dagen. Hij heeft me zelfs een paar keer in de diepvrieskist gegooid. Nou, ik kan je vertellen, dat kan pijn doet. Dat doet echt pijn. En daarnaast heeft hij me vooral seksueel misbruikt. En dat ging echt tot aan verkrachten aan toe.